1986. Achterin de poedelbak van een goede vriend die Ruigoort al heel wat jaren kende. En hij reed in zijn gouden snoek met mijn kunstwerken achterin. En ik hield al zijn kunstwerken als een soort menselijke spanband achterin die boerenbak vast. En zo zijn we Ruigoort ingereden. En ik was op slag verliefd op het dorp. Op de vrijheid die gepaard ging met de kunst en cultuur. De vriendschappen groeiden. En dus ook een vriendschap met Hans Gritter. Een hele leuke schilder. Ja, ik zei eigenlijk tegen hem van, wat gebeurt er eigenlijk met je ruimte? Hij zegt, ja, ik ga met allerlei mensen, ga ik daar wat mee doen? Ik zeg, wat gebeurt er dan? Hij zegt, ja, niet zo heel veel. Ik zeg, nou, als je met mij in zee gaat, loop je het gevaar dat er wel wat gebeurt. En toen begon hij te lachen en stak hij zijn hand uit. Zei hij, nou, dat risico wil ik wel lopen. En zo is het eigenlijk gebeurd. Dat was 2003. En toch is wat ik doe iets waarbij ik af en toe alleen ben en af en toe heel erg veel mensen bij nodig heb. Ik heb namelijk mijn atelier de afgelopen 4-5 jaar een soort publieksvoorzieningsfunctie erbij gegeven. En dat noem ik Salon Ruigoort. En daar zit een stukje culturele programmering in. Ja, ik onderhoud de ruimte, ik bouw hem ook uit. Het gebouw zelf is een kunstwerk aan het worden, zo langzamerhand, met alle instrumenten, het hout, het vele glaswerk en de wijze waarop ik het gebouwd heb. Ik maak dus eigenlijk een programma. Ruigoort is voor mij ook een vat vol tegenstrijdigheden. Het is even ruw als dat het gepolijst is. Het is even lelijk, en dan bedoel ik de omgeving eigenlijk een beetje mee, als dat het esthetisch is. Ruigoort is voor mij thuisbasis. Ruigoort is mijn familie. Het is een plek waar ik mijn eigen innerlijke kind vrijlaat en opvoed. En waar mijn eigen kind vrij is en waar ik hem opvoed. Ik geniet hier en ik bouw hier aan mijn leven op een kunstzinnige manier. En hoef dat gelukkig niet alleen te doen, maar in vrijheid met vele andere vrije mensen.